Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom hier in mijn huisje, hier op Community Craft. Ik had gisteren tijdens Minecraft Survival gevraagd van... Hé jongens, moet ik ooit eens een keertje een aflevering gaan maken op de nieuwe survival serie, server/ding-geval van David? Prima, zeiden jullie. Moet je vooral doen, Lars. Dus vandaar dat ik nu hier ben. Niet op mijn eigen survival-lijntje, maar op Community Craft. Want daar heb ik natuurlijk ook een huisje. Namelijk deze. Dit geval, dit blokkerig houten ding. Dit is mijn huisje. Op dit moment nog, want ik ben bezig daarachter. Kijk, dan mag je even sneaken om het hoekje kijken. Daar, met een nieuw huis. Maar ik heb hier al mijn spullen nog staan. Ik heb hier echt allemaal troep liggen. Ik heb hier nog goud dat ik nog moet smelten. Ik heb hier nog allemaal steen. Dat komt allemaal hier uit die berg. Want ik wilde daar mijn huisje hebben. En dat was hier één grote berg, zo helemaal naar beneden. Dus dat heb ik allemaal weggehakt. Al dat steen ligt nu helemaal hier. En dat kan ik meteen mooi gebruiken om mijn grotere huisje te bouwen. Hier ligt nog allemaal troep, allemaal dirt. Wat ligt hier allemaal nog? Ja, ook allemaal meuk. Het is allemaal troep wat niet georganiseerd is. En dat kenmerkt eigenlijk mij een beetje hier. Want dit is namelijk mijn plekje. Hier bovenop de berg. Daar bovenop de berg. Ik was de eerste die kon kiezen waar die wilde gaan zitten. En ik zei van, weet je wat, ik ga bovenop een berg zitten. Dan heb ik echt een mooi uitzicht over de dalgemeenschap. Nou, dat is op zich ook wel zo. Want kijk, daar zit David, daar beneden. Dit is zijn, wat is het eigenlijk? Een kippenfarm ding dat door een hele grote YouTuber is gebouwd. Waarvan ik niet eens wist wie het was. Maar blijkbaar is hij heel erg groot en heel erg bekend. Ik kende hem niet, maar vooruit. Hier zit ook iemand. Weet niet precies wie hier zit. Hopelijk staat er een bordje bij. Dan kan ik zo meteen even naar beneden kijken. Was het Mitch? Geloof ik? Of zat hij daar? Ik weet het niet eens zeker. Ik weet wel dat daar Arjan zit. Die zit daar. Die zit in de grot. Die heeft een hele grote trap. Helemaal naar beneden gebouwd. En that's it eigenlijk. Want hij moet zijn huisje eraf maken. Dit is mijn kippenfarm. Ik hoop dat er nog kipjes zijn. Want ik zie ze van een afstandje niet. Oké. Even kijken. Die zit... Daar zit Sam geloof ik. Daarboven. En daar zit Ilko. Maar dan gaan we eens eventjes kijken of we daarbij kunnen komen. En hier staat een kist. Wat is dit? Een cadeautje van Edwin voor Lars omdat je baas bent. Oh wacht, daar zat Edwin natuurlijk. Dat is nice. Thanks Edwin. Wat zit erin? Oh, eten. Nice. Een mossy cobble walls, hey, dat is tof. Thanks, dude. Melon seeds en pumpkin seeds. Oh, die had ik helemaal niet. Die had ik niet. Oh, dat is tof. Want ik heb nu alleen nog maar wheat. Heb ik hier groeien en hier een beetje. Kijk, zo hier. Daaronder. En hier is weer een creeper ontploft. Een Duitse creeper. Die zit hier ook heel veel. Het zijn allemaal bergen hier. En dat betekent dat het allemaal onverlicht is. Kijk, dit is maar een kipje, zeg dit. Ha! Kipjaas. Wat kippen die zijn hartstikke zeldzaam op deze server. Er was één kip. Die heb ik toevallig ingepikt, zeg maar. David had hem gevonden. En toen zei ik van, weet je, ik pik hem in, want ik ben tenslotte de kipkoning. Dus ik heb nu als één van de enige kippen. Als één van de enige. Ik weet niet of dat er ook anderen zijn die in de tussentijd meer van die beesten hebben gevonden. Maar ik heb ze in ieder geval. Oh, jongens. Of dames. Het zijn dames natuurlijk. Sorry, dames. Het zijn kippen. Kippen zijn dames. Hier heb ik mijn wortels. Goudveld vol. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Ik vind wortels lekker. Het zijn Boreaanse wortels, dus de allerbeste kwaliteit. Hier goede aardappels. Daar had ik er een paar van, maar er zijn ook weer een ontploffing geweest hier. En toen moest ik alles weer opnieuw doen. Dus die moet ik ook eventjes doen. Kijk, het zit hier echt helemaal vol met beesten. En die komen daar vandaan. En die wandelen ze hier zo. Pompidompidompidompidom. Wandelen ze deze kant op en ontploffen ze daar. Omdat ik daar toevallig iets aan stond te craften. Dit wordt mijn nieuwe huisje. Die is nog niet helemaal af, want het is natuurlijk allemaal legit shizzle hier. Dus ik heb echt geen donder meer. Wat zit hier allemaal in? Nee, niks. Kijk, ik heb gewoon geen reet meer. Ik moest alles ophouden met het leggen van tapijt omdat ik niks meer had. Gewoon echt verschrikkelijk. En ik wilde hier een soort ingang maken naar een soort mijn. Dat ik zo... Net als Arjan gedaan heeft in zijn berg. Dat ik dat in mijn berg ook helemaal doe. Gewoon helemaal naar beneden. En dan lekker kan gaan minen. Hier zitten alle bouwspullen in, denk ik. Ja, kijk. Gesmolten steen. Allemaal lachen. Oh, dat duurt een partij lang, joh. Dit was eerst allemaal kobbel, namelijk. Toen heb ik alles op moeten smelten. Alles weer moeten weghakken, hakken, hakken, hakken. In je motherfucking trainingspak. En dan kon alles weer overnieuw gelopen doen. Maar dit vond ik wel een leuk accent. Dat het hier... kobbel is en daarboven smooth stone. Of stone bricks, hoe die dingen ook heten mogen. Dat vond ik wel leuk. Dus ik denk, fuck it, ik laat het gewoon zo. Ha! Even kijken, waar zullen we eens naartoe gaan? Ik ga naar beneden. Dat vind ik leuk. Gewoon kijken wie het is. Wat er allemaal te doen is. Hier in de dalgemeenschap. Want het begint al aardig te leven. Hoi, Mr. Koe. Of Mrs. Koe, je hebt uiers. Als iets uiers heeft, is het vrouwelijk. Laten we het daarop houden. Even kijken, hier kom ik dan bij David's huisje. Die staat als een van de eerste hier voor mijn neus. Wat zit hier nou weer in? Ook Edwin. Edwin is een soort Sinterklaas aan het spelen. Dat is tof. Kijk, dit is zijn farming, kippenfarming machine. Je kan hem op farming zetten, je kan hem op breeding zetten. En dan komt hier automatisch allemaal meuk in te leggen. Ik vind het heilig, Schennis.
Dat mag natuurlijk niet, maar weet je, het werkt. Dus het werkt allemaal tof. Hier in Davids huisje hebben we ook de enchantmentkamer. Mocht het nodig zijn, ik heb nu 21 levels, dus niet echt meer tijd over of levels over om te enchanten. Want ik heb nog wel een aantal enchanted dingen liggen, maar dat is ook niet echt allemaal daverend. Dus daar kan ik ook niet heel veel mee. Hier ging ik elke keer dood. Dit is gewoon helemaal opgeblazen door creepers elke keer. Want er lopen ook best wel veel creepers hier, op een of andere manier. Of was dit van Sam? Ik weet het niet meer. Wie zit hier dan? Hallo? Oh, wacht, dan de naam op. Joris! Oh, die hebben we natuurlijk ook nog. Just Joris. Ik weet niet of ik hierin mag, maar ik doe het gewoon. Oh. En achter de eerste trapdoor zit een tweede trapdoor. Handig. Ik ga er niet in. Vind ik niet leuk. Het is zijn geheime kamer. Ik weet niet wat hij allemaal uitvogelt in die kamer. Maar dat is allemaal zijn probleem natuurlijk, hè. Dat is wel tof dat je het hier gewoon echt met survival moet doen. Want normaal gesproken, als we een survival serie starten, of een survival serietje, of een servertje, dan is het altijd zo van, oké, weet je, we gaan beginnen. We gaan helemaal survival doen en we gaan alles legit doen. En dan komt het na een paar dagen, heeft er eentje van, weet je, ik zou eigenlijk best een diamond pickaxe kunnen gebruiken. Kan iemand die even voor me spawnen? Eventjes? En dan wordt er een diamond pickaxe gespawnd en voordat je het weet worden er complete gold blocks gespawnd. En dat gaan we hier dus niet doen. Dit blijft een complete vanilla server, er zitten geen plugins op of niks. Voor zover ik weet tenminste. Dit wordt één grote legit Minecraft wereld. Waarin alles wat we doen compleet legit gaat en compleet volgens de regeltjes. En we hebben eigenlijk helemaal geen regeltjes. Want we vertrouwen gewoon elkaar erop dat niemand wat geks doet. En dat is ook voor de mensen die hier op deze server komen. Er wordt van je verwacht dat je gewoon normaal meedoet. Er wordt van je verwacht dat je je op een normale manier gedraagt. En dat je niet bij je buren langs gaat en halve kisten leegrooft. Het mag wel. Maar... het is gewoon niet tof. En wij willen hier met z'n allen gewoon een toffe community neerzetten. Dat is wat wij willen. We willen geen community waar irritante kleutertjes rondrennen die zeggen van... ha, ik heb alles kapot gemaakt. Ja, lachen. Nee, dat willen we niet. Dat vinden we niet stoer. En dat houden we niet van. Dus dat doen we niet. Ha! Wij respecteren elkaar. Kijk, dit is... Arjan. Arjan. Ik zeg de hele tijd Arjun. En dat mag ik niet zeggen van hem. Ik moet Arjan zeggen. Ik zeg de hele tijd Arjun.org. Maar dat is het niet. Het is Arjan.org. Dan zeg ik het goed. Zo, kijk, dit is dus zijn plekje. En hij heeft nog niet echt een huis. Ik vind dat hij een huis moet bouwen. In ieder geval een beter huis dan dat hij nou heeft. Misschien dat dit zijn huisje wel wordt. Maar dan staat hij zo netjes naast de berg. Ik denk dat dit het huisje van Arjan wordt. Denk ik. Ik weet het niet zeker, er staat geen bordje bij. Maar dat denk ik dus. Aangezien dat toch zijn berg was. Het eerste wat hij deed, was dat hij berg afrennen en die berg induiken. Ja, ik ga lekker in de berg zitten. Ik hoor het hem nog zeggen. Oh nee, zo zei hij dat niet. Hij zei dat natuurlijk met zijn hele zware baritonstem. Ik ga hier lekker in de berg zitten. Dat vind ik fijn. Dat klonk echt totaal niet als Arjan, maar dat maakt niet uit. Je snapt het idee. Arjan heeft gewoon een epische stem. Ha! Dus Arjan, als je dit hoort, maak mij nog eens een keertje lekker in slaap met jouw epische stem. Zo mom, 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 mom. Heerlijk. Als je niet kan slapen, zet een video van Arjan op. En dat is niet omdat die nou zo slaapverwekkend zijn. Maar die stem van die vent. Oh, heerlijk. Daarboven kan ik niet bij komen, dat is veel te hoog. Dat is allemaal veel te ver, dat snap ik allemaal niet. Dit is eigenlijk mijn rondleidingje. Voor zover het er hier bij voor staat. Ik zei van, ik ga een aflevering maken op de Dalgemeenschap. Ik ga het niet echt gigantische afleveringen maken zoals ik ook op mijn eigen survival serie doe. Misschien dat ik af en toe wel eens een keertje ga livestreamen of zo, dat weet ik allemaal niet. Waar is de berg naartoe? Iemand heeft de berg gestolen, mijn uitzicht. Dat was mijn uitzicht, man. Nee, maar ik ga hier geen serie van doen op mijn eigen kanaal, dat vind ik niks. Ik zal gewoon lekker meedoen op Andermans kanaal, op DDG, op andere kanalen, weet je, waar ook al dit soort dingen wordt opgenomen. Die zin die klopte niet. Opnieuw, Lars, opnieuw, rustig. Ik zal ook mee gaan doen met Andermans series, want je kan hier natuurlijk opnemen wat je wil. DDG neemt hier op, Arjan.org neemt hier op, Arjan, Eelco neemt hier op, en eigenlijk iedereen wel. Sam die gaat er geen serie van maken geloof ik, maar die gebruikt het af en toe als livestream ding. Dus dat is ook wel tof, dat is ook weer een beetje anders. En misschien dat ik het ook wel eens een keertje ga doen. Gewoon als ik zin heb om wat anders te doen dan normale video's uploaden. Nou, ik ook eens een keer een livestreampje gaan doen. Hier op de Dalgemeenschap. Maar dan moeten er wel andere mensen zijn. En die zijn er op dit moment niet, dus dat is een beetje jammer. En het is nog best vroeg, dus weet je, ik vergeef het ze. Cadeautje vet, ja, omdat je boeken nodig had. Wat? Ga ik er allemaal boeken? Ik krijg vlees, dat is ook lekker. Dat vind ik eigenlijk wel beter dan boeken. Laat David maar lekker met zijn boeken in de slag. David die regelt onze gemeenschappelijke enchantment room. En ik regel de kippen. Dat lijkt mij mijn doel. En dat was het eigenlijk wel. Voor vandaag. Voor nu.
Ik vind het namelijk wel gezellig hier. Oké, het komt de volgende dan. Hoi. Hola. Nou, Fico Gamers. Dit is eventjes mijn situatie op dit moment hier op de Dalgemeenschap bij CommunityCraft. Ik hoop dat jullie even een groen duimpje voor me doen. Als je zin hebt om ook op CommunityCraft te komen, hou dan vooral de serie op DDG in de gaten. Want David gooit af en toe mensen uit de comments, gooit die in het gesprek en dus ook op de server. Dus mocht je daar zin in hebben, kijk dan vooral even op DDG naar David's Minecraft avonturen /CommunityCraft. Dan heb je ook een kans om gewoon hier gezellig met ons te komen survivalen. Als je hierop komt, we vragen wel een beetje van je dat je een beetje normaal gedraagt. Dus niet als een of andere kleuter. Maar gewoon even normaal, gewoon even serieus, gewoon op een gezellige manier. Want dat is het natuurlijk. Het is gewoon een gezellige server. En dat moet het wel blijven met z'n allen. Ik ga jullie vragen om een groen duimpje te doen. Als je dat nog niet gedaan hebt. Ik weet dat het blauwe duimpjes zijn, maar fuck die shit. Ik vind groene duimpjes veel toffer. Dus als jullie dat eventjes voor mij doen, ben ik jullie hartstikke dankbaar. En ik zie jullie de volgende keer. Misschien vanaf DDG, misschien vanaf Fico Games. Hier in de Dalgemeenschap. Hier op CommunityCraft. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En mazzel.